U vertelde hoe dat ging destijds bij Van Emden op het bureau. Ja, heel toevallig dat ik daar kwam. Omdat ik was in feite in Holland gekomen om de resten van het functionalisme nog mee te maken. Ik heb een paar weken op een ding in Den Haag gewerkt, het Standard Electric. Maar daarna meteen op het masterplan van de TU worden gezet. Want daar was Van Emden toen al mee bezig? Die had opdracht voor het masterplan, maar niet voor gebouwen. Niet voor gebouwen? Nee. Dus u bent in eerste instantie met het masterplan gaan meewerken? Ja, ik ben met het masterplan begonnen en ik maakte een soort memorandums voor Van Emden in het Frans. Met de bedoeling om een discussie uit te lokken. Toen zei hij, ja, het is nog lang niet geconcentreerd genoeg. Hm? Toen dacht ik, ja, weet je wat, Unité d'Habitation Marseille, dat kan hier ook te pas. Hm? Zo doen we het hoofdgebouw. Ja. Voor alle vier afdelingen van toen. Dus chemie, algemene wetenschappen, elektrotechniek en werkterbouw. Omdat het begrip van stapelbaar en niet stapelbaar was de sleutel van de hele aanleg. Mm-hmm. Wat niet stapelbaar was, kwam in Lachallen, in lage gebouwen. Wat wel stapelbaar was, in hoogbouw. Ja. Op een bepaald moment kreeg u van Emden eigenlijk de vraag om eens te kijken naar deze hal. He, wat je dat rolde vanzelf uit de voortgang van de voorbereiding. Mm-hmm. En zo kwamen we met Van Emden en ik bij Aronson in Driebergen terecht. Yeah. Voor een lunch bij hem thuis. Wij werden bediend door zijn chauffeur met witte handschoenen. Ja. Zoals het hoort toch? Zoals het hoort. En tijdens die lunch en daarna is dit gebouw ongeveer pratende tot stand gekomen. Maar u had eigenlijk eerst hele andere ideeën. Ik had een eerste aanzet gedaan met een houten voorgelijmde raster van gelijmd hout verticaal. En dat waren kisten die door voorspanning aan elkaar gedrukt zouden worden. Mm-hmm. En dan kon je ook dus de daklichten plaatsen waar je wou. De kolommen kon je ook verplaatsen. U heeft wel eens verteld dat het een leuke tijd is geweest. Dat het proces hier heel leuk was. Ja, het was mijn eerste opdracht. Ja. Hoe oud was u toen? Dit is in 1955, dus 23 of zo. 23, ja. Ja, pas afgestudeerd. En wat dacht u toen ik u opbelde en zei van, ik zou u eigenlijk wel even de plannen willen komen laten zien? Ja, dat vond ik ontzettend aardig. Ja, en dat blijf ik ook vinden. Ja. Nee, ik geloof, je bent de enige die daar de moeite voor genomen heeft om contact met mij te nemen. Wat opvallend is, is dat het sinds dat het geopend is, is het meteen heel erg druk geweest. Ja, het is prettig werken hier. En steeds was het idee dat de volle capaciteit van het hele gebouw alleen maar in tentamenperiodes zou worden bereikt. Maar het is elke dag vol eigenlijk. Stramin, hè? Ja. 124. Dat had ik bedacht vanwege de bouwmaterialen op voetmaat, dus ja. 60, 120 plus voegen en een getal wat deelbaar was door 2, door 4, dat leek me wat. En toen kwam een goede dag Neufert hier rondkijken en die vond 124, wat is dat voor onzin? Ja. Moet 125 worden. Maar het had dus met plaatmaterialen te maken, want het doen verschillende verhalen de ronde. Ik heb ook wel eens iemand horen zeggen dat die 1,24 meter rekening hield met de standaard lengte van de TL-buizen die Philips toen. Ja, dat is toevallig, inderdaad, het was ook zo. Maar hoe vindt u het nou om te zien dat er van allerhande dingen gebeuren met die gebouwen die u vroeger heeft ontworpen? Nou, ik vind dit erg leuk. Ja, dat is prima. Ja. Als overal zo kon, was ik helemaal gerust.